De brief die de Beuningse oppositie maandag stuurde over het uitblijven van 2,6 miljoen euro van de gemeente Nijmegen en de provincie voor het zandtransport is bij de Beuningse oppositie niet in goede aarde gevallen. De beoogde nieuwe coalitie van Beuningen Nu en Morgen, de VVD en het CDA wil in tijden van onderhandeling nog niet reageren. Maar de oppositie wel. Ja, vreemde zaak. Voor de verkiezingen zei ze dat het wel kwam en na de verkiezingen zeggen ze dat het niet komt. Ik vind het een vreemde zaak. Nou, de wethouder Klein heeft altijd volgehouden tot van Nijmegen en van Gelderland geld kwam. Terwijl de oppositie al lang wist dat dat niet het geval was. Maar bleef ontkennen en nu wordt het in één keer gezegd dat het geld er niet komt. Dus het is moeilijk. Dat kan ik niet zeggen of ze gelogen hebben of wat dan ook. Maar het is wel een vreemde zaak. Het is een zaak die al 17 jaar speelt. Yeah. Er is al een keer een aanbesteding geweest waar de raad niks meer te zeggen had. Het college besliste. Dat heeft ons 20 miljoen euro gekost. En nu weer, en ja, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat het inderdaad achtergehouden is. Het is een project van Beuningen. Ja. Dus wordt ook gedaan door Beuningen. Het is zelfs afgeraden door de provincie om dit project te doen. Dus ik denk dat Beuningen hier inderdaad de grote speler in is. En tot Nijmegen zometeen het vervoer moet regelen. Nou, die duidelijkheid moet er in ieder geval wel zijn voor 1 januari 2020. Is die er niet, dan krijgen we een grote claim van Boscalis. Maar waarschijnlijk ook een hele grote claim van de bewoners die daar wonen. Want daar is hun iets beloofd. Een plas. Nou, wat mij betreft moeten we niet meer gaan discussiëren over banden of assen. We moeten gaan beginnen. Het moet niet zo zijn dat zometeen de inwoners van Beuningen de boete krijgen die de wethouder en het college gemaakt hebben. Die schop die moet voor 1 januari de grond in. Komt die er niet in, dan denk ik dat Boscalis met een hele grote claim komt. En die kan de inwoner niet betalen.